De V75 zaterdag in Jeffle met de E3 finales. Het programma ziet er leuk uit. We starten met het eerste onderdeel. Drie paarden worden daar het meest gespeeld in Zweden. De nummer 1 El Cantante, de nummer 6 Montreal en de 11 MT Joinville. Deze 11 MT Joinville wordt in de Zweedse pers, er wordt veel over geschreven. Als zijnde een bijzonder goed paard. Maar op de V75, vanuit de tweede gelid op een snelle baan als Jeffle, dan zal het wel heel lastig zijn om deze koers te winnen. Favoriet in mijn ogen de nummer 1, El Cantante. De laatste keer op de V75 galoppaarde in de eerste bocht, maar kwam heel goed terug naar een derde plaats. Michael J. Andersson denkt niet dat hij de kop zou kunnen houden van start af, maar het paard is goed genoeg om deze koers te winnen. Montreal Björn Goop wint de laatste tijd weer bijzonder veel en met het springspoor moet je die zeker meenemen. Tweede onderdeel is de E3 finale voor Hengsten en Ruins. Het gaat over drie jaar paarden. Nou, ik ben het als van mening dat je 2- en 3-jaar paarden niet moet banken. Die zijn over het algemeen ongeroutineerd en die kunnen de ene of de andere week 1 of 2 seconden harder of zachter lopen. Bijzonder groot favoriet in deze koers, Poet Broline, de 2 van Peter Untersteiner. Wel een terechte favoriet, laatste keer ingehouden in 1-11-2. Maar zoals gezegd, bank ik in ieder geval niet. De 3 Heavy Sound, Kenneth Haugstad, de laatste keer ook bijzonder makkelijk gewonnen en daarvoor ook goed gelopen. Is de voornaamste uitdager van Poet Broline. Gigon won ook de laatste keer een serie voor deze finale, deed het ook in goede stijl. Digital Bronze, de laatste keer met Ulf Olsen, nu met Per Lennartson, deed het ook bijzonder goed. Een snelle tijd van achteraf. En ook I'm Just a Sunt won redelijk netjes. En Daniel Reden koos voor wederom het startnummer 9. En zou er zeker bij kunnen als je meerdere paarden speelt in deze koers. Derde onderdeel, de Gouden Divisie. Geen bijzonder goed veld, denk ik. Daardoor meerdere kapers op de kust om deze koers te kunnen winnen. Dus ik zou meerdere paarden nemen in deze koers. De favorieten volgens de Zweden zijn Aratsi Boko, Bomek en Westerbo Fantast. De 2e, 4e en 6e. Aratsi Boko kan natuurlijk hard beginnen en is in goede vorm. Bomek is volgens mij wel meer een lange afstandspaard, maar won de laatste keer knap over 2100 meter. En kennelijk is zijn vorm weer aanwezig. En Westerbo Fantast de laatste keer in de Gouden Divisie. Liep goede koers. De ijzers gaan er nu weer alle 4 vanaf. En heeft zeker met Erik Adilson een eerste kans. Nothing but class, Peter Untersteiner. Nou, hoopt op een ruggetje en heeft in ieder geval een snelle laatste 200 meter in huis. En is daarmee ook gevaarlijk om deze koers te kunnen winnen. Maar is wel beter over de mijl. Dus de 2e, 4e, 6e en de 3. Vierde onderdeel, de E3 finale voor Merries. Ook hier dus de 3-jarige paarden. Waarvan ik zeg 3-jarige paarden, ik bank ze niet in ieder geval. Flyer Boshoeven is favoriet. Een beetje veruit favoriet zelfs. Redelijk verrassend, omdat er toch een aantal paarden in staan. Die in hun series ook makkelijk wonnen. Zoals Fatima Boko won voor kop af. Maar nog imponerender was Princess Face van Colgini. Die won ook van kop af. Maar die won met 1 meter of 20. Bijzonder goed gelopen en wordt steeds beter. Dus die zou je zeker niet weg kunnen laten. Tough Cookie. Stal van Timo Nurmos draait weer aardig. Paard is in goede vorm. Kan verrassen. En de grote verrassing wat mij betreft kan komen van de nummer 9, Salma Silvio. De laatste keer kwam hij van ver. Liep een tweede plaats waardoor hij zich kwalificeerde voor deze koers. En de koers daarvoor op Halmstad won hij ook bijzonder prettig. Dus voor de verrassing, Salma Silvio. Het vijfde onderdeel. De laatste keer speelde de nummer 4 Only One Winner als banker. Daar sprong hij aan de start. Maar wat mij betreft doe ik dat weer. Björn Goop zit weer in de sulky. Paard is wat mij betreft goed genoeg om deze koers te kunnen winnen. Dus die bank ik. Is wat mij betreft een banker.
Mocht je meerdere paarden willen nemen, de 3 Adam Space is snel van start. Won de laatste keer ook van kop af in een goede tijd, dus die zouden dan bij kunnen. Emil Tuffing, de 6, laatste keer ook goed gelopen. Had toen wel de rug van het koppaard, dus kreeg wel een makkelijk parcours, dat wordt hier iets lastiger. Ritso, de 7, paard in goede vorm. Ten Stromenstal is sowieso een goede vorm. Voor de verrassing nog de 9, Anders Gigant, die ook de laatste keer op ver is dat een... snelle laatste 300 meter liet zien. En als je de 4 niet bankt, in de rekening te nemen is. Het 6e onderdeel. Ook meerdere kanshebbers in deze koers. Favoriet is overigens de 3 Rolex Biggie. Paard die de laatste keer nipt werd verslagen door Ivar Sona. Nou, dat is natuurlijk een toppaard. Paard is snel van start en zou de kop kunnen nemen. En is daarmee dan ook een terechte favoriet. Maar dat geldt ook zeker voor de 5 Alaballe Keitos van Peter Untersteiner. Laatste keer had hij last van een lichte keelontsteking, waardoor hij niet goed presteerde. Maar hij is weer goed, volgens Peter Untersteiner. En kan, als hij Rolex Biggie voorbij komt, ook lang de kop houden. Dus voor de verrassing, zeker interessant. Time Machine, ja, die wil nog wel zijn foutje maken, maar paard wel met enorm vermogen. Dus die zou er zeker bij kunnen. Coaltown. Erik Adelson op de sulky. Zeer goed. Dus het paard zou je zeker mee moeten kunnen nemen. Omdat dit paard ook uit de doorspoor zou kunnen winnen. Mits zijn vorm goed genoeg is. Dus 3, 4, 5, 6 zijn wat mij betreft de paarden in deze koers. Het laatste onderdeel. Het laatste onderdeel doen we af met 3 paarden. De 1 Dominator. De Björn Goop. Het paard is in goede vorm. Start nummer 1. Vanuit de banden, dus draait goed weg, zou van start tot finish deze koers kunnen leiden. Max Thiemy, Peter Untersteiner's paard, de 7, met springspoor. Peter Untersteiner's springspoor, altijd goed. Paard wint, als hij zijn koers wint, ook bijzonder makkelijk, dus die moet zeker mee. En als laatste, de 11, komt Dupomo. Paard dat in super vorm is gekomen, de laatste keer heel zwaar stond, in de laatste bocht galoppade maakte. Zag er nog redelijk uit, dus als je 3 paarden mee wilt nemen, dan ook komt Dupomo. Nou, als laatste, Jeffle is een snelle baan, een van de snellere banen van Zweden. Dus koppaarden hebben daar zeker voordeel bij. Weet dat in ieder geval. Dat is wat betreft de tips voor de V75 op Jeffle. Ik wens jullie veel succes en we zien elkaar en horen elkaar weer volgende week. Hoi!